Dames en heren van de Joker, geef een daverend applaus voor de enige echte Adriaan van den Hoof. Dankjewel. Kijk eens aan een cd voor bij de P-magazine. Leuk. Nee, wat ik wou vertellen is, ik ben onlangs vader geworden. Allee, 6 maanden geleden eigenlijk, van een geweldige tweeling. Ja. Als jonge vader, je weet echt van toeten. En nu mijn twee zonen, het zijn tweelingen, die heten Otto en Finn. En die gaan ook ooit een lief moeten vinden. Hè. Dat is zo. En dat gaat wel geweldig zijn dat je zo de bel gaat en je doet open. En er staan zo twee strakke 16-jarige wijven uit Lier. En dat je dan kunt zeggen, hallo, ik ben de papa. En toch even zo, snap je? Nee, maar dat is wel neig. Dus mijn zoon heet Otto, dus er gaat altijd een meisje zijn van 12 jaar die altijd gaat kunnen zeggen van, ik ben nu met de Otto. Dat is toch wel handig. Maar ja. Nee, maar dat is Lier. Ik woon in Lier. En Lier is een soort kleine inteeltgemeenschap onder Antwerpen. En heel gezellig. Daar moet echt eens op een zondag naartoe gaan, zo Lierse vlaaikens en pannenkoekjes. Dat is echt Lier. Dat is zo een levende postkaart. Maar de wijven dat daar wonen, Lier valt nog mee. Maar je hebt zo de voorkempen, hè, zo Kessel. En Nijlen. En je hoort dat aan die namen al zo. Kessel. Nijlen. Zo dat, hè. De wijven die daar wonen, dat is echt from another dimension of hell, is dat gewoon. Dus ik hoop dat ze nooit mijn lief vandaar komen. Ik stond onlangs in de Hunkenmuller. Hè, dat is zoiets waar je vrouwen, BH's en lelijke pyjama's kunnen kopen. En ik stond daar niet voor mij. Dat is ook raar. Als je, hè, mijn vriendin was zich aan het omkleden, die was iets aan het passen in dat kot. Als je als man alleen in een lingeriewinkel staat, dat is evil, echt. Dan zie je al die vrouwen kijken, hè, pervert, zo dat, hè. Dus je staat daar. En naast mij stond echt een Kesselse of een Nijlense topmarina. Maar echt zo'n getuned wijf, ongelooflijk. Dus dat weer koplampen en zegt zo'n toeter. En dan zo'n vette reet met daarachter zo'n Daihatsu op. Zo echt zo'n spoiler van een gat, zo dat, hè. Zo overal gepierst, fluoriserende piercings in haar bakken. Ook iets wat ik niet snap wie dat heeft uitgevonden. Oranje geschminkt tot zo op de rand. Dat. Zo van dat uitgetrokken zuurstofwaterhaar met zo'n dikke uitgroei, zo dat, hè. En ik stond zo'n beetje te kwijlen. Ik dacht, wat een topmarina. En op een gegeven moment begint hij te spreken. En die zegt tegen haar vriendin, die blijkbaar ook in zo'n paskotje stond, zegt hij ineens van, zeg, heb jij gisteren het nieuws gezien? Waarop die griet in dat kotje zei, ja. En dat vond ik al heel raar. En die zei eens, heb jij dat gezien? Dat binnen deze en 5 jaar, nee, binnen deze en 10 jaar, de zee 5 meter gaat stijgen. Zegt die ander, ja, dat heb ik gezien. Dat is wel een probleem, zegt hij. Want we gaan altijd naar een strand in Spanje en dat is maar 7 meter diep. Dus dan gaan we nog maar 2 meter hebben voor te liggen varen. En nu heb ik juist bij La Redoute een strandlaken besteld en dat is 2,16 meter. Dus je gaat altijd 16 hebben dat juist een beetje in de zee hangt. Waarop die ander in dat kot zegt, ja, maar Ulle Moe, die kan er toch een zomerje in leggen? Nee, dat is... Dat is waar. Zit die heeft juist... Dank u. Dat is echt gebeurd. What the fuck? Nee, dat is waar. Die heeft juist een nieuwe steekmachine gekocht. Dat was ik vergeten. Zeg, zegt die ene in dat kot. Anders moet jij met ons meekomen. Met mij en Rudy. Want wij gaan altijd naar een resort ergens. Met een zwembad. En daar is de zee ook vlakbij. En hij de strand van 17 meter diep. Dus dan hebben we... Hoeveel is dat dan nog? Dan hebben we nog 12 meter voor te liggen. Hè? 12 meter voor te liggen. Dan gaan we wel iets vroeger moeten opstaan om ons strandlaken te gaan leggen. Dat we zeker plek hebben. Dan gaan we wel een ontbijtje nuttigen. En dan gaan we wel in het zonnetje liggen. Goeie gedacht, zegt Jan. Dus ik stond daar naar te kijken. En ik dacht, what the fuck? Volgens mij... En dat heb ik soms als mensen met elkaar aan het babbelen zijn. Dat ik zelf verzin wat die tegen elkaar aan het zeggen zijn. Dus ik dacht, van, ah, dat zal dat zijn. Dus ik kijk in dat kot. En mijn lief ligt op de grond met een paarse kop met zo'n BH in haar bak. En zegt zo... Die kon gewoon niet meer. Dus ik denk van, this is reality. Dus ik kijk verder. Hè. Zegt die een tegen die ander. Zeg, nee, dat gesprek dat gaat maar door. Van, zeg, heb je al een badpak gekocht? Nee, jong, sinds de geboorte van onze kindje is mijn reet een beetje dikker geworden. Ah, maar ik heb hier schoon gezien. Misschien moet dat eens passen. Ja, en dat gaat maar door. En ik stond echt zo te kijken. En op een gegeven moment zegt die een tegen die ander. Zeg, weet je met wat dat volgens mij te maken heeft, die stijging van dat water? Zegt die ander, nee, hè, dat weet ik niet. Dat heeft volgens mij te maken met de opwarming van de aarde. En die een in dat kot zegt... Dat is waar, nu dat je het zegt. Ik vind het hier in de winkel ook al warm. En dat is echt gebeurd, hè? Ik zweer het. Dat is onwaarschijnlijk. Nee, weet je wat, ik heel raar vind? Dat zijn verschijningen. Om echt totaal over iets anders te beginnen. Hè. Verschijningen, wat heel raar is aan verschijningen, is dat altijd Christus ofwel Maria is die verschijnt. Hè. Dat is onlangs in de krant stond een geweldig artikel over een vrouw die een patat aan het schillen was.
En ze schilt hij en daar staat een bruine vlek op. En die bruine vlek was de perfecte kop van Jezus Christus. In Chili ook een vrouw die een pizza opeet en die vetvlek die overblijft in die doos, was de kop van Jezus Christus zoals op de lijkwade van Turijn. Identiek, dus die twee foto's stonden daar. Maar dat is toch vreemd, dat die altijd overal verschijnen. Ik zou het geweldig vinden, bijvoorbeeld, je hebt een valling gehad. Hè? Een valling is bijna voorbij en je weet dat je neus dan wat droog wordt van binnen. Maar dan heb je stevige korrels in je neus, dat kende, hè? Dat is echt zo van die stevige basiskroeten. Als je dan in een onbewaakt moment begint te graven in je neus en je haalt daar een dikke korrel uit en je kijkt daarnaar en je ziet ineens Fara Diagire. Dat zou ik interessant vinden, snap je? Of bijvoorbeeld, je hebt iets verkeerd gegeten, hè? En je laat een protje en er is iets bij. Dat kennen we, hè? Je kent dat probleem. En je kijkt in je broek en je ziet dat fleksje. En je ziet ineens dat de kop is van Stef Goossens die zegt de vijfde ster is binnen. Want dat is toch, wat zoals... Allee, kerel, stel je voor dat je wakker wordt met echt een knaller van een ochtenderectie. En je kijkt in je boxershort en dat is gewoon de maagd Maria en je rechterbal is gewoon Bernadette die daar zo naast zit. Dat zou toch super zijn? Hey, ik ben nog nooit wakker geworden dat ik zo het hele laatste avondmaal gekwijld heb of zo. Dat... Maar ook, stel, gestudeerd. Hè? Niemand hier in de Joker heeft dat ooit gedaan, maar gestudeerd. En je zit op een fuif. En je hebt al 1000 Bacardi breezers gezopen en je bent echt zat, bijna. En je ziet ineens de vrouw van je leven. Echt zo'n Limburgse snol met zo'n skappa-kostuumetje, zo'n Ralph Lauren wijf, dat hè. En je ziet en je denkt, wat een wijf gewoon. Dat is de griet van je leven. En je kijkt ernaar, die is ook al wat zat. En die zit zo te loensen naar je. En je zegt van, en die zegt, ja, als je straks wilt, kun je met mij mee naar mijn studio gaan. Want Limburgse wijven hebben altijd een studio, die hebben nooit de kot, hè. En je gaat, dat zijn iets te veel details, dus je zou het kunnen vermoeden dat ik het al meegemaakt heb, snap je? Dus die zegt, ja, ga maar mee. En je gaat mee en die rijdt met een dikke auto en je gaat mee naar die haar thuis. En weet je, ze zijn allebei kinky en geil en dit. En die zegt op een gegeven moment, als je straks komt, dan mocht je op mijn tieten spuiten. Weet je, en je doet dat. En je kijkt en ineens is dat gewoon Christus die je zo doet. Alright. Dat zou ik interessant vinden, snap je? Want dat is... Volgens mij, televisie is uitgevonden door de duivel. Daar ben ik echt zeker van. Maar Vitaya? Holy crap. Dat is de vrouw van de duivel waarschijnlijk. Van, doe die ook eens iets? Poef, Vitaya. En ik heb 2 kinderen, dus ik moet s'nachts die kinderen eten geven. En je kunt alleen naar Vitaya kijken. En nu is er een show op Vitaya. Van een zekere Lisa Williams. Ik weet niet of je dat al gezien hebt. Lisa, nee. Zo één iemand. Nee. Lisa Williams is een Engelse grieting met zo'n ontplofte negel op haar kop. En die is naar Hollywood getrokken en dat is een medium. Snap je? Die kan spreken met de doden. En die gaat dan zo naar de sterren en zo. En je kunt via haar met de overledenen spreken. En bijvoorbeeld, hè, die komt zo bij mensen binnen en zegt ze, I think you have to move all your furniture because the spirits can't pass. Hè, ik zal het vertalen misschien. Dus je moet je meubels aan de kant zetten, want de geesten kunnen niet door. Als er iets is wat geesten kunnen... Nee, maar dat is overal door. Snap je? Ik ben nog nooit s'nachts wakker geworden dat je nachttafeltje zo beweegt dat je zoiets hebt van fuck, wat is dat? En je kijkt en dat staat zo'n groenige, doorschijnende kolonel uit de Eerste Wereldoorlog die zegt at, dat tafeltje moet weg, jong. Wij moeten morgen met heel bataljon hier door met paarden en kanonnen. Zet die kas aan de kant en smet dat bedpoorten. Geesten kunnen overal door, snap je? Ja. Dat is zo kak, hè? Dat is zo scheid. Mensen die daarin geloven, in al die foute kak, spirituele, Celestijnse belofte, bullshit gewoon. Dat haat ik. We moesten naar een feest van vrienden van ons. En dat zijn vrienden en die hebben verschillende vriendenkringen. En die wouden al die vriendenkringen eens samenbrengen om te zien of dat matcht. Ja, inderdaad. Oh, amai. Dus je komt toe op dat feest, hè? Om te zien of het matcht. En ze hadden het ook heel gezellig aangepakt. Ze hadden overal tafeltjes verspreid in het huis. Dat je zo intiem met iemand uit de andere vriendenkring kon samenzitten. Dus je zit ergens op een overloop aan een tafeltje. Hè? En ze hadden ook zo etnisch gekookt. Maar zo toch een beetje fusion. Zo stoofvlees met kokosmelk. Zo daar echt scheid eten met noedels bij. En dan zit je gewoon aan zo'n tafeltje. En naast me, dus je naam staat erna. En dan stond er een bordje Evi. Dus je zit te wachten en ik voelde het. En ik had het tik aan mijn rek. Hè. Ik voelde zo'n kille schaduw in mijn nek. En in mijn fantasie heb ik mij zo vertraagd omgedraaid. Zo. En daar stond echt, maar het is echt gebeurd. Er stond echt zo een fort van een wijf. Maar echt gigantisch. Zo bleek. Met zo'n soort Afrikaans gewaad aan. Met zo'n dikke amber stenen rond haar nek. Zo van die te zware piramide oorbellen. Zo'n rosse
acajou-achtige dreadlocks met zo'n sjal rond, met zo'n 60 jaar Dranouter-bandjes aan, met zo'n van die Teva-wandelslasje met van die vuile nagels en zo'n liter patchouli gezopen. Dat soort wijf, snap je? En die komt naast u zitten. En je zegt, hallo, ik ben Adriaan. Die zei, ja, dat weet ik. En ze kwam uit Lummen, denk ik. Dat weet ik. Ik zeg, en wat doe jij? En ze zei, ja, ik herberg dode zielen. En op dat moment wou ik dat ik in mijn enkel zo een snoer had zoals bij een stofzuiger. Snap je dat je zo kunt uitdrukken? Dat je dan. Dus het eerste wat ik zeg tegen dat wijf is, amai, het zit goed vol precies. Dus ik moet mij direct herpakken en ik zeg tegen die griet van, ja, maar sorry, wat is dat dan juist? Ja, dat zijn mensen die in onfortuinlijke omstandigheden zijn omgekomen en ik herberg die dan in mijn lichaam en ik praat er dan mee en als ze rein zijn, kunnen ze naar de nieuwe wereld. Dus ik zeg, holy fuck, dat moet heel moeilijk zijn als je dan zo'n bus Polen bijvoorbeeld in een ravijn rijdt. Hoe babbelde met die mensen, snap je? Die kunnen sanitair wat verleggen en een maagring steken, maar voor de rest kunnen die weinig doen. En dan maakten ze van die stomme moppen, zoals van, wat moet ik dan, moet ik reserveren? www.dodezielen.be of... Op een gegeven moment laat dat wijf een ongelofelijke scheet en dan zeg ik, voilà, er is plaats! Maar dat mogen we niet doen. Dames en heren, ik was Adriaan van den Hoof. Maak er nog een leuke avond van.